Maar het gaat echt de goede kant op hoor. Ik merk echt dat er veel meer vrouwelijke grapplers ook veel meer in de picture komen. En dat er ook meer aandacht voor is. En dat het ook goed bekeken wordt. En ook niet onbelangrijk dat hele grote events mannen en vrouwen in hetzelfde event competen. Bijvoorbeeld EDCC. Ja, je kan naar Gordon Ryan kijken en je kan naar Fionn Davis kijken. En dat scheelt gewoon heel erg. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar voetbal, dan is het van ja, Het is apart. kijken mensen vrouwenvoetbal? En dan heb je mensen die het kijken en mensen die het niet kijken, die kijken dan alleen mannenvoetbal. En dat vind ik wel mooi aan deze sport. Van Het is allemaal toch wel gelijk, zeg maar. Het geeft meer gelijke kansen dan je meestal krijgt met sport. Omdat teamsporten, dat is ook gewoon lastig om dat te mixen. In sommige gevallen. Bijvoorbeeld als je elftal tegen elftal man tegen vrouw hebt. Ja, niet veel mensen willen dat per se kijken. nou Omdat. ja, ja ligt eraan. Nee, ja, ik zeg ook niet dat het niet altijd zo is. Niet op die manier, maar oké, okay, het is een heel ander onderwerp. Ja, Maar tuurlijk, tuurlijk. ik bedoel meer van het gewoon op dezelfde zender uitzenden, op dezelfde dag, Ja, op oké. hetzelfde event. Maar zelfs dat wordt lastig met andere sporten. Kijk, dat is het mooie van MMA, ben je gewoon vechtsport in het algemeen. Je kan het steeds wisselen. Dus zeg maar, als je een match voelt. Stel, iemand zou niet graag naar vrouwen kijken die competen met BJ of grappling. En je zou zeggen van ja, het begin is alleen vrouwen en het einde is alleen mannen. Dan split je het alsnog, ook al doe je het op hetzelfde evenement. Maar chillen is vaak, gaat het op niveau of op championship of wat dan ook. Dus dan krijg je vaak bijvoorbeeld een paar mannen, een paar vrouwen en dat allemaal gemixt. Dus bijvoorbeeld dan heb je een mannencompetitie, dan een vrouwencompetitie, dan een mannencompetitie. En zo wisselt dat steeds af. Dus je hebt ook niet echt de keuze om het uit te zetten. Maar ik vind het ook heel raar als mensen zeggen van ik zie niet graag vrouwen competen.